Op 24 november werd het tweede Brabants Dagblad College gegeven door Wim Neus, hoogleraar ontwikkelingspsychologie Tilburg University, met als thema de weg naar volwassenheid. De adolescentie is de formatieve periode in het leven. De formatieve periode in het leven betekent dat mensen in de adolescentie zo'n beetje worden wie ze in de rest van hun leven zullen zijn. En belangrijke ontwikkelingsdomeinen in de adolescentie zijn het ontwikkelen van een persoonlijke identiteit. En dat is het vermogen, zeg maar, om duidelijke doelen te hebben voor jezelf in het leven. En dus daarmee ook jezelf in de toekomst te kunnen plaatsen. Het ontwikkelen van een georganiseerde persoonlijkheid. Dus dat je weet, zeg maar, wie je bent en dat je daar op dezelfde manier over tijd over denkt. Dus een georganiseerde persoonlijkheid. De adolescentie is ook de periode waarin mensen leren om hun stemmingswisselingen te controleren. Dus ze gaan niet van de ene dag heel blij naar de andere dag heel bedroefd. Maar ze leren om, zeg maar, op een beetje normaal niveau van stemming te zijn. En tenslotte is de adolescentie de periode waarin jonge mensen eigenlijk de belangrijkste principes leren van volwassen relaties. En het belangrijkste principe van volwassen relaties is aan de ene kant dat je leert om elkaar te steunen. Aan de andere kant dat je leert om op een redelijke manier met conflicten om te gaan. En tenslotte dat je accepteert dat in volwassen relaties dat er gelijkheid is. Dus gelijkheid, problemen oplossen, op een goede manier hanteren van conflicten. Dat zijn de principes van volwassen relaties en dat leren adolescenten in de relaties met hun ouders, overigens ook in de relaties met hun beste vrienden. Dus grofweg, adolescentie is tegenwoordig lang. Dat komt omdat wij een rijk land zijn, dat geldt dus voor andere rijke westerse maatschappijen ook, tot ongeveer 3, 24 jaar. En de adolescentie is de formatieve periode in het leven. Is er een goede tip voor ouders? Ik zou 3 tips kunnen noemen. De eerste tip is van, jouw kinderen leren wat positief gedrag is als jij dat zelf vertoont. Dus dat wil zeggen, bijvoorbeeld als 2 ouders onderling conflict hebben, dan kunnen ze dat conflict oplossen door agressief te zijn naar elkaar. Ze kunnen het conflict ook oplossen door bijvoorbeeld zich terug te trekken, doordat een van de 2 zich terugtrekt en dus niet meer met elkaar te praten. Een derde manier, en dat is dan een meer positieve manier, is ze kunnen het oplossen door te zeggen van we moeten er samen over praten, we moeten er op een redelijke manier over praten en we moeten een oplossing vinden. Als ouders dat laatste doen, dus als voorbeeld geven, ze hebben ruzie met elkaar, maar ze gaan op een redelijke manier dat proberen op te lossen, zullen ze later kinderen hebben die het ook doen. En dat geldt eigenlijk voor de meeste ontwikkelingsgebieden. Dus een ouder is niet per se een goede opvoeder als hij zegt tegen een kind, je moet dat en dat en dat doen. Nee, een ouder is een goede opvoeder als hij het goede voorbeeld geeft. Dat is 1 ding. Het tweede ding is, in de adolescentie worden jonge mensen zelfstandiger. En dat moet ook, want we willen dat ze zelfstandig worden. Dat wil zeggen dat ze een eigen binnenleven krijgen. Dus dat ze zich ook afsluiten op een bepaalde manier. Want ze moeten zelf nadenken over wat ze willen. Maar het is toch belangrijk, een goede ouder is in staat om de communicatie met het kind open te houden. Zodat het kind, als het om cruciale dingen gaat, dat vertelt aan de ouder. Dus communicatie open. En dat kan eigenlijk door naar kinderen uit te stralen dat je ze vertrouwt. Dat je ze serieus neemt, dat je ze vertrouwt. Dus communicatie openhouden is een tweede belangrijke regel. En het derde belangrijke regel heeft opnieuw te maken met die autonomie van kinderen. Die wij willen, hè. We willen dat ze zelfstandig worden. Dat betekent dat je ook, als ze bepaalde grenzen stellen als kind, dus als ze bijvoorbeeld niet willen dat jij in een schoolagenda kijkt, of als ze niet willen dat jij op een Facebookpagina kijkt, of als ze niet willen dat jij naar hun WhatsApp kijkt, dan moet jij dat als ouder dus respecteren. Want als je dat niet doet, dan geef ze eigenlijk een motie van wantrouwen. Dus 3 dingetjes. Goed voorbeeld geven, communicatie openhouden en privacy van kinderen respecteren.